Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. We gaan het vandaag hebben over... Over een nieuw programma wat hier bij Omroep Dommeland gaat komen, namelijk over de Bokstelse natuur. Medewerkers van Contour de Twern komen langs om het te hebben over de beweegtuin. Bokstel en route komt er weer aan. We hebben jong talent en ook Roel en Emiel gingen weer op stap. We zullen weer zien wat ze weer beleefd hebben deze week. Het is vandaag dinsdag 7 juni. Welkom bij Dommeland Live. Bokstel natuurlijk is het nieuwe programma wat we bij Omroep Dommeland gaan uitzenden binnenkort. En bij mij op de bank zijn boswachter Frans Kapteins en Berend Monen, ik moet het goed zeggen. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Ja. Een nieuw programma op de Bokstelse televisie dadelijk. Frans, kun jij er iets meer over vertellen wat jullie precies gaan maken? Ja, dat gaan we eigenlijk niet vertellen, hè? Want het is minstens leuk om het allemaal te vertellen wat we gaan doen. Ja, dat is, nee, dat is ook nee, waar. Maar we gaan de Bokstenaar laten zien hoe mooi hun gemeente is en de mooie natuurgebieden die hier liggen. En we hebben er heel veel liggen hier. Mm-hmm. Dus ja, we zijn voorlopig, Berend en ik. En natuurlijk Carolijn moeten we niet vergeten, want dat is ons team. Ja, klopt. Daar zijn we gewoon zeg maar heel lang bezig. Dus we zullen de Bokstelnaren zeg maar verrassen met de prachtige, zeg maar, mooie stukjes natuur. En door cameravrouw Berend netjes op de film gezet. Ja, en nou zeg je net al van ja, de natuurgebieden van het Bokstelse. Welke natuurgebieden hebben we het dan over? Ja, nou ja, goed, ik begin natuurlijk altijd met mijn eigen natuurgebied, wat ik het allerleukste vind van heel de wereld. Hè, zoals dat zegt elke boswachter die op zijn eigen gebied zit. Natuurlijk. Dat is de Campina. Okay. Daar zijn we natuurlijk ook als eerste naartoe gegaan. Maar dat had er meer mee te maken dat we een prachtige zonneschijn hadden daar. En een fantastisch mooi opkomende mist. Ja. Dus dat was de reden waarom we daar naartoe zijn gegaan. Maar Sparrenrijk komt aan de beurt. Eikenhorst. We gaan langs de Dommel lopen. Bij mijn vrienden van de Dommelbimt gaan we langs. Kasteel stapelen. Nou ja, noem maar op. Het is zo ontzettend veel. Ja. We zullen de Bokstenaren echt verrassen wat er allemaal aan schoonheid is. Nou, laten we ze vooral even meenemen met een lieder alvast. Om zo alvast te prikkelen. We gaan even kijken wat er gemaakt is. Nou, dat is serieus een mooi staaltje camerawerk volgens mij. Erg mooi gemaakt. Ja. Nou heb ik begrepen dat kijkers ook mee kunnen denken. Ja. Hoe moet ik dat zien? Nou ja, mensen die denken van, goh, ik weet ook een mooi gebiedje en dat vergeten ze misschien. Die kunnen dat melden bij Omroep Dommeland natuurlijk op de website. Maar ze kunnen ook naar mijn Twitter-account gaan, @boswachterfrans. En dan kijken wij of het past binnen, zeg maar, het verhaal. En daar zit er zeker wel in, hoor, want wie weet vergeten wij zelf ook nog wel eens iets. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, tuurlijk, want er ligt zoveel, joh. Ja, ja. Nee, dat geloof ik absoluut. Ja. Nou ja, je gaat op pad met twee dames. Ja, ik ben eentje, een boffert. Je bent een boffert. Nou. Eentje is erbij, Berend is erbij. Carolijn kon er vandaag even niet bij zijn, maar die gaan jullie wel zien. Hoe is het om met twee van die dames op pad te gaan? Nou, het net of we al jaren op pad gingen met elkaar. Okay. Het was echt ongelooflijk. Natuurlijk zijn er kleine dingen die nog fijn moet tunen, maar het matchte zo meteen. Carolijn stelde ook gewoon fantastisch leuke vragen. Berend maakte mooie plekjes waar wij langs moesten lopen. En wij gehoorzamen dan met z'n tweeën heel netjes naar deze jonge dame. Want zij heeft de camera in de hand. Dat is het belangrijkste middel om te laten zien hoe mooi het allemaal is. Dus ja, ik zeg al, het was net, we zouden eigenlijk oefenen. Ja. Moet je nagaan, we gingen ook zelfs zonder hengel. Een hengel is zo'n ding waar je dan een geluidopname mee maakt. Dus het was alleen maar een cameraatje waar het geluid door kwam. Ja. En de eerste aflevering is klaar. Dus echt gewoon. Ja, het matcht gewoon. Erg leuk. Het matcht gewoon. Wanneer wordt de eerste uitzending uitgezonden? Ja, dat weten wij zelf niet eens, want dat is het spannende ervan. Okay. Maar we zullen het op het moment dat het is, met flinke zeg maar, tamtam maken, Berend. Ja, lijkt me een goed plan inderdaad. Wat is uiteindelijk hetgeen wat je heel graag met jullie programma wil bereiken? Wat ik vaak ontdek is dat heel veel mensen in een gemeente
Ampertjes beseffen hoeveel schoonheid er is. Hè. We trekken allemaal naar het buitenland toe, want daar is zo mooi, komen spannende verhalen terug uit Afrika, de oerwouden zijn. Nou zal er hier niet een oerwoud te vinden zijn, maar wel hele mooie natuur en hele mooie hoekjes waar je even tot rust kunt komen. Ja. Of prachtige planten die hier gewoon aan het groeien zijn. Of een hele mooie vogel zoals het visdiefje, wat we in onze eerste aflevering zullen gaan laten zien. Uh-huh. Ja, dat is iets ook zo fantastisch mooi. En je ziet dat mensen dat toch wel heel erg waarderen en dat ze ontdekken. Hé, hey, wacht eens even, ligt dat in mijn achtertuin? Zo. Ja. Dat willen we ook bereiken. Oké, en zijn er dan bepaalde dagen of bepaalde delen van de dag waarbij jullie specifiek dan gaan filmen omdat het dan extra mooi is? Of? Nou, we kijken natuurlijk wel hoe de dag eruit ziet. We plannen van tevoren wel de gebieden een beetje in. En het ene gebied moet je vroeg gaan, het andere gebied kun je wat later gaan. Maar we hebben al met elkaar afgesproken, mocht er iets op het moment mooi zijn, er valt in één keer sneeuw naar beneden toe. Ja, dan gaan we natuurlijk geheid meteen het gebied in. En dan is het zeg maar voor zonsopkomsten, dan moet je een open gebied hebben. Dan moet je niet in een gesloten gebied zitten. Dus dat soort dingen houden we wel rekening mee, ja. Oké, helemaal goed. Bert, jij hebt je toegelegd op het in beeld brengen van de natuur. Mm-hmm. Waar komt die passie voor de natuur en het weergeven daarvan, waar komt die vandaan? Ja, ik hou heel erg van dieren en de natuur. En ik fotograferen en eigenlijk mijn grootste passie ligt bij video editing. Mm-hmm. Het nabewerken van de film. Maar ja, je kunt dat niet doen als je niet filmt eerst natuurlijk. Of je moet beelden krijgen. Ja. Daarom doe ik filmen er ook bij. Maar ja, ik woon in Sparrenrijk eigenlijk. En ik ben altijd al daar geweest in die natuur en met die dieren en zo. Dus ik denk dat dat daar ook wel vandaan komt. Ja. We hebben een aantal foto's van je hierbij. Gaan we even langzaam naar kijken. Zou je kunnen aangeven waar die gemaakt zijn? Deze die is in Sparrijk gemaakt. Deze die is 's ochtends vroeg gemaakt. Volgens mij in december is deze gemaakt. Het ijzel zit nog mooi op het pijpenstrootje. Ja. Ja, het is echt vroeg geweest. Ja, erg mooi. Ja. En we hebben nog een andere foto. Wauw. Ja. Deze ook. Allemaal. Deze ook in Sparrenrijk. Ook in Sparrenrijk. En dan moet je er vroeg bij zijn volgens mij om zo'n foto te maken. Of dit is denk ik, de winter is denk ik 19:30 geweest denk ik. Ja, misschien net iets later omdat de zon er al was. Dus, Oké. Ja. Ja. En deze ook een hele mooie. Deze is gemaakt bij de Essenstroom, de Halse Beemde is deze gemaakt. Oh, ja. Het lijkt net een studioopname, maar er zit daar een donkere muur, of ja, wand achter eigenlijk. Omdat er zit een dijk. Ja. En ja, met bepaald licht, dan als de zon erop staat, dan wordt dat dus wel. Krijg je een mooie zwarte achtergrond. Ja, nee, inderdaad, erg mooi. Maak jij nou alleen foto's in het Bokselse of ga je er ook echt op uit binnen Nederland om daar foto's te maken? Nou, ik blijf wel heel veel binnen het Boksel of omgeving. En soms ga ik wel eens, naar de Veluwe of zo, ga ik dan wel naartoe. Met reizen en zo, dat doe ik ook veel fotograferen. Ja. Ja. En vooral natuur. Nou, vooral mee doorgaan als je de foto's zo ziet. Mag ik vragen, hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen, Frans? Ja, daar hebben we een heel grote vriendin, dat is Jolene. Ja. Die kent iedereen natuurlijk in Boksel, hè, toch? Jolene. Ja, en daar zou ik al zeker 3 jaar lang een natuurprogramma mee gaan maken. Of misschien wel 4 jaar lang. Uh-huh. Maar we kwamen elke keer in ons drukke leven niet tot een match. Omdat, het lukte gewoon niet. En nou, eindelijk waren we tot elkaar gekomen. En toen bleek ze het weer toch te druk te hebben. En toen zei ze, ik heb 2 dames voor jou. En dan kun je eens mee gaan kijken of dat ook dan lukt. Want ik kan dus echt niet. Nou, toen werd er voorgesteld aan Claudia en Berit. We hebben eventjes een ochtendje koffie gedronken bij Berit, haar ouders thuis, om op gang te komen. Ja. En toen klikte er al iets. Maar toen we naar buiten gingen, het was helemaal feest. Want ik dacht nog op een gegeven moment, we gaan zonder hengel, zonder geluid. Wat gaat dat worden? Want ik heb al toch een klein beetje camera-ervaring ondertussen in de loop van de jaren. Ja. En ik denk, dat wordt niet echt veel. Maar goed, ik had vertrouwen in haar en zij vertrouwen in ons. En zodoende zijn we tot elkaar gekomen, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Nou, we gaan nog even kijken naar een. Want jullie zijn al onlangs voor de eerste keer zijn jullie op pad geweest. Ja, dat was een try-out. Dat was helemaal even testen, testen. Maar ja, goed. Ja. We gaan kijken wat voor moois jullie gemaakt hebben. We hebben nog een mooi filmpje. Ja.
rijdt een hele mooie mier op. En hij ziet er 's morgens. En dus vooral de bovenkant, die is bezet met heel veel mieren. Want er gaan twee dingen tegelijk. Je ziet ze met voedsel sjouwen. Ja. Maar tegelijkertijd, het zijn koudbloedige dieren. Ja. Die nemen ze warmte mee en die nemen ze ook mee naar beneden toe. En dan wordt de koepel beneden, of het nest beneden, wordt ook warm. Dus ze hebben hun eigen centrale verwarming. Dat is vooral leuk te zien in het voorjaar, zo februari, als het nog kei koud is. En de zon staat er maar een beetje op. Ja. Dan zie je mieren er bovenop zitten. En dan verdwijnen ze naar beneden toe. En de andere mieren die beneden zijn, komen naar boven. Komen dan krijg je een circulatie. Oh, ja, dat is geweldig. Nou, deze hoop is aangetast, dat kun je zien. Ik denk dat hier een das bezig is geweest, want het is vrij grof, maar het is aangepakt, zie je dat? Het kan ook de specht zijn, maar die maken meestal van die gaatjes. Hier gewoon gaatjes zitten, dat doen de spechten. Okay. He, vooral de groene specht is dol op mieren. En dan vooral mierenlarven en miereneitjes, dus die prikt er zo in. Maar is dit een soort nest? Ja, dit is een nest. Boomwijk voor de mieren. Ja, precies. We noemen het ook wel een kolonie, want ze horen bij de bijen en wespen. Zij hebben dit gebouwd? Ja, ze hebben het compleet gebouwd. Dit was zeg maar hoeveel jaar geleden helemaal plat? Nou, 4 jaar geleden was het helemaal plat. Echt? En dan zo langzaam slepen ze van alles? Alles mee. En vooral, kijk, heel veel naalden. Dus naalden. Pak ik al bij. En die leggen ze op. Dat is een mooie afdekking. En dan zit er van alles en nog meer bij. Maar vooral die naalden zijn ze heel erg dol op. En zijn heel belangrijk voor ons, want ze maken het bos ook meteen een beetje schoon. En ze houden de balans ook in de gaten van alle insecten. Want ze ruimen dus best wel veel insecten ook op. En steken ze? Ze kunnen bijten. Ze steken niet, ze hebben geen angel, maar ze kunnen bijten. Ja. En dat kan pijnlijk zijn. Dus als je ooit in een mierennest gezeten hebt, dan weet je hoe pijnlijk het is. Ja, het was niet het plan, maar nee. dit zijn andere mieren dan zeg maar dan gewoon in huis. Dan dit zijn echte bosmieren, hè. De rode bosmieren. Je hebt twee soorten. Ja. Je hebt de behaarde en de kale. En dan kun je zien, omdat de behaarde, die hebben dus haakjes op hun achterlijf staan. Nou, daar hebben ze deze dus niet. Nou, volgens mij kunnen we hier nog wel een hele tijd naar kijken. Erg mooi gemaakt. Ja. Echt en educatief, altijd goed. Altijd nou ja, en het leuke ervan is, die bosmieren die zijn weer terug aan het komen. Hè. Ze hebben een aantal jaren hebben ze verstopt gezeten, omdat, nou ja, goed, mensen kennen het, de zure regen heeft een behoorlijke inbreuk gehad op hun nesten. En nu zie je ze overal terugkomen. Want als je op de Campina kijkt bijvoorbeeld, maar ook in Sparrenrijk, dan zie je gewoon mieren hopen weer terugkomen. En dat is dan weer heel leuk, want wat heeft mee te maken? Het is niet alleen maar die mieren dan dus daar weer zijn, maar de spechten hebben dan ook weer voedsel. Dan ook weer. Ja. Weet je, en dat is dus mooi, hè, dat er zo'n mooie kringloop hier gaat ontstaan van voedsel en gegeten en gegeten worden. Ja. Helemaal gaaf. Bert, nog een vraag aan jou, want jij mag het camerawerk doen. Laten zij jou met rust, zeg maar. Mag jij gewoon lekker doen wat jij denkt, zo van oké, dat is het goede shot, dat is het goede beeld? Ja. Of sturen ze je af en toe een beetje bij? Nee, ik ben echt heel erg vrij en ik bepaal zeg maar hoe lang we over iets doen. Ja. En of ik alle beelden heb en Dat mag ik zelf wel aangeven eigenlijk. En wijzen wel van misschien kun je daar gaan zitten. Of misschien is dat een mooi stuk om vanuit daar te filmen of zo. Maar ja, ik mag dat wel zelf helemaal invullen. Ja. Ja. En is dat dan iets waar jij later rijk en beroemd mee gaat horen met het camerawerk? Want niet met het camerawerk. Nee, nee, wat wil je graag even doen? Ik ben van de video editing. Ik heb de edit van deze ook gedaan, van deze aflevering. Ja. En ja, daar wil ik al verder mee komen. Ja. Ja. Nou ja, vooral verder mee gaan. En jullie hebben wat dat betreft een goede cameravrouw gevonden. Ja, en dat wat ze ook zegt zelf. Hè. Zij is de baas, dat is ook zo. Ja. Want de camera die moet ons leiden. Ja. Kijk, Caroline en ik zijn de figuranten die door die natuur heen lopen. Ja. En dan kunnen wij ons verhaaltjes vertellen. Ja. Maar dat zij niet zegt hoe wij moeten gaan staan of hoe wij moeten lopen. Ja, dan gaat het altijd fout. Dus we hebben gezegd tegen haar van, jij gaat je gang, maar jij bent gewoon degene die hier bepaalt. Ja. Ja, want Frans wilde ook heel graag iets vertellen. En dan begint hij meteen. Dan moet ik zeggen, nee, wacht. Ik moet eerst mijn camera goed zetten, want anders dan mis ik de helft. Zeg maar. Ja. Maar ik wil altijd praten, dus ik heb iemand nodig die altijd nee, wacht zegt. Ja, precies. Ja, precies. Nou, volgens mij zijn jullie een gouden team. Ja, absoluut. Wat een ontzettend mooi een reeks van programma's gaat maken. Op het moment dat het zover is, het uitgezonden gaat worden, zullen we dat geheid wel gaan zien. Mm. En zal dat bekend worden. En vooral heel veel plezier de komende tijd met dankjewel. Het maken van jullie programma. En wellicht tot de volgende keer. Oké, dank je. Dank je. Goed, we gaan naar de populaire, ja, want inmiddels worden ze populair, Roel en Emiel. Je kunt ze ook volgen op Facebook, dus wil je nou niks missen, dan zou ik vooral zeggen van nou, zoek ze even op. En over niks missen, daar gaat het deze week over. Want wat gaat Boksel missen als Sint-Toederode niet bij Boksel wordt gevoegd? Of ingedeeld blijft worden? Nee, je snapt wat ik bedoel. We gaan het zien. We'll be right back.
voorzitter van? Van Senior Beate Oudendaal. Hier zijn heel veel actieve clubs. Er zijn er nog wat. Eerst hebben we de verenigingen van de Hooise Competitie, de Bondsbiljarters. Er spelen een heel wat teams. Die spelen met Wapen van Eerschot. En er was, dacht ik, ook nog een damesteam. We gaan nu kijken naar het logo van de biljartclub. Komt ie aan. Maar wat er opvalt, deze biljarter is links. Ja, nou ja. Eerlijk te zeggen, dit plaatje hebben we ook gehad, hè, maar ja. Wat zegt u nu? Ja, dat hebben we ook op internet gehaald en daar heb ik dan gespiegeld. We zijn nu bij het item aangeland, de keu van Cor. Is er wel veel keus? Enorm. Als je het op internet zou gaan kijken, dan zie je er honderden. Ik zie dat drank bij het biljart. Ja, is mooi. Is lekker. Is lekker. Dan blijven. Die ballen, daar zit een stip op. Ja. Waar is dat voor? Ja, die hebben de mazzel gehad. Oh, oké. Okay. Jantje, die was blijven zitten. Maar die kwam een half uur te laat. Ze zei, juf, je kunt het nou maken, joh. Hij zei, mijn moeder was aan de scheiterij. Hij zei, dat moet je zo niet zeggen. Moet je zeggen, mijn moeder heeft een lange gang. Ja, dat klopt, die heeft ze helemaal volgescheten. Geen seks voor de wedstrijd, hè? Ik weet niet of bij jullie zit. Dat was bij ons vroeger ook, maar tegenwoordig weet ik niet meer hoe dat eruit ziet. Oh. Ja, 15 jaar heb ik in de bouwhal gezeten van de praalwagens bouwen. Ja, die club is ermee opgehouden. Nou hou ik het een klein beetje bij mij in de buurt. En bij het cultureel centrum hebben we ook biljartjes staan. En dan even staan heb ik nog een hobby. Dat is dus de trainingkoop als zangeres onderaan. Ik heb mijn pak niet bij me, anders zou ik het hier ook nog een keer willen doen. Zij woonden in de sloppen van het oude Amsterdam. Ze hebben... Kom, kut, we gaan naar huis. Wat heb ik gevraagd eigenlijk? Maakt niet uit. Ik zou het niet weten wat het allemaal gevraagd is. Ja, ik heb nu gekeken en ik heb het een beetje gevolgd. Het is een echt hartstikke leuk sport. Natuurlijk ken ik al een beetje biljarten. Maar ja, als je niks te doen hebt en je zoekt een hobby, ga lekker biljarten. We zijn klaar. We zijn klaar? Ja, we hebben maar twee pilsjes besteld. Ja, maar deze moeten ook allemaal ook nog. Ook allemaal nog. Allemaal. Ik ben al nu bezig. Ja, maar weet je wat een pilsje kost? Het was of betalen of het was de afwas doen, hè? Als je dat zo goed kent, kennen ze bij mij ook komen doen, Roel, of niet? Ja, goed. Oké, okay. We gaan door naar het volgende onderwerp. Op 11 juni is Bokstel aan route. En bij mij op de bank is Jordi van den Boer, een van de organisatoren. Je zou vanavond met Wim Ketelaars komen, maar helaas was die verhinderd op helaas. Het allerlaatste moment. Absoluut. Dus we gaan het gewoon met z'n tweeën vandaag even... Mij ja, precies. Helemaal goed. Hey, zou jij kunnen vertellen wat Bokstel aan route inhoudt? Eigenlijk zal ik dan in de vogelvlucht zeg maar, proberen om daar duidelijkheid over te scheppen. Boksel en route is eigenlijk een dag voor en door bokse mensen. Uh-huh. Waarin we de kracht van verbinden naar voren gaan halen. Als we gaan kijken in Boksel. Zoveel kernen, zoveel krachten. Iedereen heeft zijn kunnen. Iedereen heeft zijn kennissen. En daar gaan we in Bokseldag 2016 Boksel en route een draai aan geven. Dus eigenlijk gaan we de kracht van verbinden laten zien in elke kern. Ja. Elke kern bedoel ik mee het centrum, Seelissewal. Elke kern van Bokstel, Liemde, Lennesheuvel, heeft zo zijn eigen kracht. Ja. En nou weet ik dat vorig jaar had je de Boksteldag. Dit jaar is dat Bokstel aan route geworden. Waarom is dat precies zo? Want het is hetzelfde idee, hetzelfde principe. Absoluut. Maar waarom die vertaalslag misschien? Uiteindelijk was het vorig jaar inderdaad de eerste keer en zou daar in principe niet een vervolg aankomen. Maar omdat het vorig jaar eigenlijk een succes was,
En was het goed om voor de Boksterse mensen één centrale dag te houden. Mm-hmm. Hebben we dat eigenlijk dit jaar uitgebreid tot een gemeenschappelijke dag. Vooral omdat je hebt natuurlijk niet alleen het centrum. Vorig jaar was het gebaseerd op het centrum met de opening, de heropening van een nieuw gemeentehuis. Mm-hmm. Nieuw logo vanuit de gemeente Boksel. Yeah. Maar als je gaat kijken dat je meer kernen en meer wijken bij Boksel hebt. Zo Liemde valt onder Boksel. Dus de gemeente Boksel komt aan bod eigenlijk aanstaande zaterdag. Oké, maar zijn zij dan ook degene die het initiatief genomen hebben om deze dag dan te organiseren? Nou ja, eigenlijk zitten we natuurlijk met een comité en een organisatiegroepje die deze dag heeft georganiseerd. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zou je eigenlijk alle 30.000 namen, alle inwoners, zijn betrokken bij een Bokseldag 2016, in dit geval Boksel aan Roet. Mm-hmm. Omdat het een dag voor en door Bokselse mensen is. Dus in principe draagt iedereen zijn steentje daaraan bij. Ja oké. En dan iedereen draagt zijn steentje bij. Super tof, ja. Inderdaad, hè, om al die eigen krachten naar boven te halen. Maar je zegt al, er is wel een groep die de organisatie doet. Je kunt niet met 30.000 man zo'n dag organiseren. Nee. Dat wil ik dan wel eens zien als je dat wil gaan doen. Maar wie behoren dan tot die groep die organisatie trekt? Nou ja, in eerste instantie is het natuurlijk het initiatief vanuit de gemeente en Boksel Vooruit. Uh-huh. Daarin hebben zij een aantal mensen, bekende ondernemers en bekende mensen gevraagd die actief zijn in Boksel. Uh-huh. Omdat het een meewerkende gemeente is in Boksel, stonden ze erg open en staan ze op dit moment erg open voor nieuwe initiatieven, nieuwe krachten van Boksel of nieuwe ideetjes met betrekking tot een evenement of iets dergelijks. Waarin ze onder andere mij hebben gevraagd om eens mee te luisteren en mee te kletsen over in dit geval Boksterdag. Ja. Ik weet dat vanuit Liemte Bert van Rurenmonde aanwezig zal zijn. Mm-hmm. Ik zit er namens de beweging Boksel Allee, mm-hmm. die de jongeren vooral vertegenwoordigt. Want uiteindelijk valt er in het verleden nogal een kloof, zeg maar, tussen jeugd en tussen de oudere mensen. Waarin we proberen de jongeren enthousiast te maken om in de loop der jaren aan te sluiten en met initiatieven te komen en zich te koppelen aan een meewerkend Boksel. Ja. Zijn er locaties waar jongeren echt een activiteit, gaan neerzetten? Of blijven het toch wel heel erg de volwassenen organisaties die... zich gaan laten zien die dag? Nou ja, goed, in principe hebben we ervoor gewaakt en hebben we er in principe zo gemaakt dat we elke kern heeft zijn eigen programma, mm-hmm. Dat is een eigen highlight, mm-hmm. waarin zij een stukje basiswerk voor jongeren hebben weggelegd. Mm-hmm. Dus in elke kern komen jongeren aan bod. Ja. In Lennesheuvel hebben we een roofvogelshow, wat voor jong en oud zou kunnen. Mm-hmm. In de rots gaan we, of in de walnoot gaan we... gaan we iets met laserschieten doen. Dus ja, weet je, we proberen daar zeg maar een brug te metselen tussen jong en oud. Want uiteindelijk is het voor elke leeftijdsdoel. En ja, als je gaat kijken waar het programma mee start, hè, met de jongeren kampioenenhuldiging, mm-hmm. wat normaal een externe dag was, daar beginnen we nu mee en daar eindigen we nu mee voordat we aan het slotprogramma op de markt beginnen, zeg maar. Okay. Dus, Klinkt erg goed wat er allemaal te doen is. Even nog terugkomend op het stukje qua organisatie. Hè. De gemeente heeft daar een onderdeel in. Doet de burgemeester daar? Heeft hij daar iets in te doen? Of gaat hij daar iets in doen? Nou ja, absoluut. Zeggen. Kijk, de burgemeester gaat voorop. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Hij heeft ons beloofd om in elke kern aanwezig te zijn. Dus, uh-huh. dus daarin zal hij aftrappen op de markt. En uiteindelijk een soort festivalidee dat we langs alle kernen trekken met, uh-huh. met de highlights... Per tijdstip vernoemd, zal hij op ieder moment aanwezig zijn. Ja. Waaraan hij het slotwoord gaat geven, want uiteindelijk is hij de burgervader van onze gemeente. En uiteindelijk proberen we daarin toch de gemeente samen te betrekken met de bewoners van de gemeente Boksel. Ja, absoluut. Ja. Ik moet acuut nu aan de Flying Dutch denken. Dat is met een helikopter rondgaan. Ja. Is er voor de burgemeester ook een creatieve manier waardoor hij door heel Boksel rond mag? Hij mag op de fiets, hij mag met de auto, hij mag te voet. Hij mag zelf kiezen. Hij mag zelf kiezen, absoluut. Er is geen helikopter. Absoluut. Nee, okay. Zeker weten niet. Heb je een voorkeur voor jezelf waarvan je denkt, dat is wel echt het tofste wat neergezet? Ik ben voor mezelf natuurlijk wel heel trots dat ik betrokken ben bij in dit geval de Boksterdag. Hè? Mm-hmm. Dat die kans voor mij is weggelegd om daarin mijn steentje bij te dragen. En mijn kern zal, hè, mijn verantwoording zal op aanstaande zaterdag 11 juni zal
liggen op het centrum. Uh-huh. En vooral het slotact, de muzikale slotact tussen 5 uur en 8 uur. Uh-huh. Maar uiteindelijk moet ik heel eerlijk zeggen dat ik alle kernen wel iets vind hebben, zeg maar. Ja. Dus ja, om daarin echt een voorkeur te geven is wel een moeilijk iets. Ja. Ja. Alles heeft zijn charme en alles komt aan bod. Dus ja, het is gewoon prachtig dat je ziet hoeveel beweging er in Boksel zou kunnen zitten in de gemeente Boksel. Ja, ja. Is er voor de bewoners die al langs alles af willen gaan, is er een site waar mensen naartoe kunnen om informatie af te halen? Of is er een plattegrond waar mensen mee kunnen zien wat er overal waar te doen is? Mensen kunnen natuurlijk tegenwoordig via social media natuurlijk volgen. De plaatselijke media heeft daar ook, net zoals jullie, voldoende aandacht aan gegeven met betrekking tot Brabant Centrum, Mooi Bokstelkrant. Mm-hmm. Er zijn flyers rondgegaan, posters en uiteindelijk kunnen we het gaan bekijken op de website van de gemeente Boksel. Dus, dan kunnen mensen alle informatie terugvinden. Is het nou, want vorig jaar was de Boksteldag, zou eigenlijk geen vervolg aan gegeven worden. Nu is er toch in Boksel en Roet, is daar toch een bepaalde manier een vervolg aan gegeven. Komt er volgend jaar dan, wordt het nu wel iets wat we elk jaar mogen verwachten? Of is het ook in principe een eenmalig? Sterker nog, zoals het er nu voor staat, presenteren we aanstaande zaterdag tijdens de slotact presenteren wij de nieuwe datum voor 2017. Okay. Dus het komt jaarlijks terug. Ja. Vandaar ook de naam Boksel en Roet. En misschien dat we volgend jaar een kunststukje eraan gaan geven. Dus Boksel en Roet met kunst. En het ene jaar gaan we er iets met eten en cultuur. En ja, weet je, zo heb je elk jaar een thema waar je aan kunt binden. Ja. Dit jaar hebben we het een beetje algemeen gehouden, omdat het dus eigenlijk de tweede editie is. Dus ja, het gaat jaarlijks terugkeren, absoluut. Okay. Nou, heel mooi. Ik denk dat wel... laten we hopen op goed weer. Want zoals dat er is, nu eruit ziet, inderdaad wel. Dan gaat het wel goed komen, denk ik. Dan ga ik jou heel erg veel plezier wensen voor aankomende zaterdag. En vooral ook alle bewoners van het Bokselse. Want weet je, zo'n dag lekker van genieten. En wie weet zien we elkaar nog eens dan. Hartstikke goed, dankjewel. Okay. We gaan door naar het volgende. En dat is wel heel erg leuk, want we hebben een jonge dame die onlangs tweede is geworden bij de Nederlandse kampioenschappen. Bij de Nederlands kampioenschap paaldansen. Dat is Zoe Timmermans. Ze gaat al klaarstaan, want ze gaat voor ons een kleine demonstratie geven. En dus de muziek mag aan. En Zoe, ga je gang.
Wauw. Zo. Ik geloof dat je hier wel even stil van bent. Terwijl Zoe even zich omkleedt, heb ik wel alvast haar moeder hier zitten. Miranda, welkom. Dank je. Jij moet wel heel trots zijn als je dochter tweede wordt tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Ja, dat was inderdaad afgelopen zondag al even een traantje pinken. Ja, dat geloof ik, ja, goed. Dat was echt helemaal trots. Ja. Hoe beleef je dan zo'n dag, zeg maar? Vol met stress. Vol met stress. Ja. Om alles inderdaad goed in banen te laten verlopen. Want er zitten gewoon heel veel regels aan het NK paaldansen. Yeah. Yeah. Alles wat wel mag en wat niet mag. Yeah. En ja, even een microfoontje doen. Ja, okay. Alles wat wel mag, wat niet mag. Yeah. Ja, en het pakje moet goed zijn. De haren moeten goed zijn. Ja. En als dat dan inderdaad goed is. En dat dansje is gelukt, ja, dan is het goed. Dan is het daarna natuurlijk afwachten en kijken wat de rest doet. En, zeker. Ja. Krijg je gelijk de puntentelling te horen? Of hoe dat werkt was dit zoiets? Het eerste jaar dat je meteen nadat je je dansje hebt gedaan, krijg je inderdaad de puntscore te horen. Okay, ja. En die was heel hoog, hè Zoe? Ja. Ja, ja Zoe, gefeliciteerd. Dank je. Je hebt hem al om. Laat hem nog even goed zien, want hele mooie grote medaille. Ja. Ja, super. Ja, proficiat. Dank je wel. Wat moet jij trots zijn? Ja. Hoe was het die dag? In het begin was het wel spannend hoe het zou gaan en zo. Maar toen ik begon was het heel leuk en heel spannend. Wel een beetje, maar alles lukte gewoon. Dus ik was super blij. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. En je bent pas 14 jaar. En ja. Hoe lang ben jij momenteel aan het paaldansen? Hoe lang doe je dat nu al? Anderhalf jaar. Dat was anderhalf jaar. Dat is eigenlijk nog maar heel kort. En dan gelijk de Nederlandse kampioenschappen. Erg tof, leuk. Nou, gaan de meeste meisjes die ik dan ken, die gaan tennissen, of die gaan hockeyen. Allemaal keileuk sporten. Hoe kom je erbij om te gaan paaldansen? Ik zag het programma van dat bekende Nederlanders. Gingen paaldansen. En Jeffrey Wammes, dat is een turner, die deed daar ook aan mee. En toen dacht ik, zo van, dat wil ik ook wel graag doen. Want ik had een blessure. Dus ik zat eerst op turnen. En toen vond ik het niet meer zo leuk. Dus toen wou ik iets anders gaan doen. Oké. Okay. En je moet voor het NK moet je veel trainen, neem ik aan. Doe je dat thuis of doe je dat ergens op een andere locatie? Ook thuis en bij opa en oma en in Eersel. Dus. Heb je verschillende plekken zo? Ja. En heb je dan een trainer of bedenk je dat allemaal zelf? Nee, ik heb twee trainsters. Twee trainsters? Ja. Oké, okay, erg leuk. Zijn er bij het NK, heb ik begrepen, dat er verschillende categorieën zijn? Ja. Klopt. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Kun je dat wat vertellen? Normaal zijn er altijd van 6 tot 14, dat is één categorie. Maar omdat ze het meer bekend willen maken voor kinderen. Mm-hmm. En ze wilden graag iedereen mee laten doen, hadden ze nou twee categorieën van kinderen gemaakt. Omdat kinderen van 6 tot 10 mochten niet naar het WK en van 10 tot 14 mochten wel naar het WK. Als je eerste of tweede was en dan bij tweede moest je meer dan 15 punten halen. Oké, en dan, je zegt meer dan 15 punten en hoe gaat die puntentelling dan? Weet je dat? Ja, je begint bij een aantal punten heel hoog. En dan halen ze alleen maar punten eraf. Mm-hmm. En dan voor combinaties zo krijg je wel punten erbij. Maar als je krom doet, gaat er allemaal punten af en zo. Oh, dat zit echt in de allerkleinste details dan om die puntentelling zo hoog mogelijk uiteindelijk te laten komen. En is dat dan iets wat alleen maar meisjes doen? Of komen er dan ook jongens naartoe? Nee, doen ook wel jongens, alleen niet zoveel. Niet zoveel, want heel veel kinderen doen daaraan mee in jouw leven? Want je zegt twee categorieën, hè? Ja. 6 tot met 10 en 10 tot met, wat zei je nou net? 10 tot met 14. Tot en met 14. Hoeveel kinderen doen er per categorie ongeveer mee? Bij mij deden er 12 mee. Mm-hmm. En bij de categorie van 6 tot 10 deden er 5 mee. En hoeveel jongens zitten er dan bij jou in de categorie? Geen. Daar zaten er geen, die zaten alleen maar bij de jongere kinderen. Ja. Oké, okay. En je zegt net al van, nou hè, je traint thuis en je traint bij opa en oma en in Eersel. En hoe vaak in de week doe je dat dan? In Eersel 2 keer per week.
En thuis ook 2 keer per week en bij oma dan nog soms. Oké. Dus al je vrije tijd gaat eraan op. Ja. Heb je nog wel tijd voor andere dingen? Jawel, maar meestal ga ik toch in de paal thuis, als ik thuis kom. Of ga erin leren. Je gaat erin leren? Ja. En hoe moet ik dat zien dan? Gewoon zittend met een boek in je hand. En dan helemaal boven in die paal? Of ja. Oké. Gaan we daar even nog laten zien, denk ik. Want dat vind ik wel interessant om te doen. Of om te zien. En nou zeg je net al, van ja, je hebt op turnen gezeten. En als ik jou bezig zie, dan denk ik van jeetje, wat een kracht heb je daarvoor nodig. Maar wat is zwaarder? Is dit zwaarder of is het turnen zwaarder? Dit is wel zwaarder, vind ik. Ja? Ja, want hier zijn... Bij turnen heb je dan onderdelen en je bent of in het onderdeel goed of niet goed. Mm-hmm. En hier heb je gewoon trucjes en die moet je allemaal achter elkaar doen. En als er dan heel veel zwaar in zitten, dan ben je toch wel moe. Ja, daarom had ik er net al even dat ik met jullie man verder praat, want ik hoorde je al eventjes, moest even bijkomen. Maar dat ben je ook wel, je bent ook wel vrij snel weer bijgekomen nu, wel rustig. Nou ben je begonnen daarmee, ben je toen bij een club gegaan toen je begon met paaldansen? Ja. En wat, was die hier in Boksel? Nee, het zit niet hier in de buurt. Dus moet je ook nog elke keer... Zit je daar wel nu nog steeds bij? Nee. Ook niet? Je doet het alleen met de trainsters die jou helpen. En dan weet je het gewoon naar het NK en nou dadelijk naar het WK te schoppen. Erg leuk. Je gaat naar het WK paaldansen in Londen. Ja. Erg gaaf. Nou zei je net al, in jouw categorie deden 12 meisjes mee. Ja. Hoe groot is zo'n WK? Heb je daar enig idee van? Ja, heel groot. Ja? Ja. Heb je een idee hoeveel jongens en meisjes daar aan meedoen? Bij de meisjes denk ik al wel 20. Er staan al 20 meisjes ingeschreven. En uit welke landen komen ze dan allemaal? Spanje, Oekraïne, Rusland, overal. Oké. Dat is wel heel gaaf. En gaat het lukken om een wereldkampioen te worden, denk je? Nou, dat weet ik zo niet. Ja. Want ze zijn al heel goed en zo. Ja? Ja. Maar jij ook. Want anders word je geen tweede op het Nederlands kampioenschap natuurlijk. Ja, maar het niveau in Nederland is toch anders dan bijvoorbeeld in Rusland of zo. Want daar zijn ze veel leniger en zo. Oké. Nou, gewoon met huppakee, power, gas geven en dan komt het wel goed, denk ik. Hoe doe jij het met want veel van je vrije tijd gaat op in het paaldansen, in het trainen daarvoor. Hoe combineer je dat met school? Lukt dat nog een beetje? Ja hoor, best wel goed eigenlijk. Ja? Ja. Helemaal goed. Miranda, ja, ik zei net al van jij hebt volgens mij een hele trotse moeder. Hoe regel je dat thuis allemaal met een dochter die zich op zo'n hoog niveau aan het inzetten is? Ja, dat gaat gewoon eigenlijk automatisch. Ze zat natuurlijk van tevoren op turnen, dus dat was ook al 4 keer in de week trainen. Dus dan ging ik ook met haar mee. Ja. En dan deden we als ouders zijn afwisselen, want we hebben natuurlijk nog een dochter. Mm-hmm. En dan deed papa met de oudste dingen en dan deed ik met haar dingen. En ja, dat is nu ook weer. Ik ga mee naar het WK en papa blijft thuis. Want de oudste die mag voor de eerste keer met een vriendinnetje op vakantie. Ja. Dus dan zorgt papa voor haar, zeg maar, als er iets zou zijn. Ja. En zo wisselen we het eigenlijk een beetje af. Ja. En af en toe wel met wat stress en hubbels en bubbels. Maar het gaat. Ik zeg altijd, als je die kans krijgt en je kunt het als ouders en als gezin waarmaken, dan moet je daar gewoon voor gaan. Ja, zeker. Dan vind ik wel het prachtigste waar je kind mee kunt geven. Dat geloof ik goed. Wat dacht je toen ze zei van, mam, ik wil gaan paaldansen? Wat denk je van, nou, kind... Nou, dat was op zich nog niet het punt. Maar ze had 3 lessen gehad. Ja. En toen kwam er al iemand die zei... Oh, ze is NK-waardig. Dat vrouwtje kwam helemaal uit Limburg. En toen had ze zoiets, oh, niet weer, hè. We waren net even rustig weer van al de turnwedstrijden verwijderd. Ja. En we konden weer helemaal opnieuw beginnen. Dus dat was even zo van, oh, niet weer. Maar superleuk. Nee, super geweldig. Je gaat dadelijk nog een keer wat laten zien. Ja. En toen straks had je er al over van, kan jij ook wel een trucje leren? Dat gaan we vandaag niet doen. Dus mag ik jou vragen om alvast weer die kant op te gaan? Ja. En dan kom ik zo even bij je. Klets maar ik nog het is even. Niet moeilijk hoor, een trucje. Ja, wat zal ik daar eens van zeggen? Je hebt ook makkelijke trucjes. Nou, laten we het afspreken dat het straks als de camera's uit zijn, dan mag jij me dat laten zien. En dan zal ik proberen om het te doen. Afgesproken? Oké. Maar dan doen we het wel als de camera's uit zijn, want er is wel een grens natuurlijk. Ga jij alvast klaarstaan? Oh, je medailles gaat. Oh. En bij mij gaat er ook wat los, dus ik moet even... Ja, daar heb je wel eens...
zo. Heb jij, Miranda, zelf ook fanatiek gesport vroeger? Nee. Dat helemaal nee. niet? Laat zei iemand, dat heeft ze zeker echt van jou. Nee, dat heeft ze echt van papa, niet ja, van nee. mij. Oké. Okay. Nee. En jouw oudste dochter, die had ook niet zoiets toen ze haar zag. Ze van, hé, dat is wel echt heel gaaf om te kunnen. Die vindt het heel leuk, ja. maar die doet zelf heel veel dansen. Ja. En die steekt daar al haar energie in, dus... Ja. Fanatieke stelmeiden fanatieke heb je kinderen. Ja, ja, inderdaad. Heel, erg gaaf. Ja, ik ga gewoon er eventjes, want je kunt een heleboel laten zien. Dus daar gaan we gewoon even kijken. Want je hebt inmiddels je zender af, dus ik krijg hier eventjes een microfoon. Ben je nou aan het studeren? Nee, meestal zo. En dan met een boek. Wacht even. Zo. Zo ga je zitten en dan met een boek. En, dan, ja. en hoe lang hou je dat vol dan? Ja, gewoon zo lang als ik moet leren. Zo lang als je moet leren? Ja. Dus als jij anderhalf uur bezig bent, blijf jij gewoon anderhalf uur zo zitten? Ja. Oké. Okay. Ik ben ernstig onder de indruk, geloof ik. Hey, nou heb je bij turnen bijvoorbeeld en ook bij schaatsen en bij dat soort dingen, heb je dat een bepaalde oefening dat dat een naam heeft. Ja. De flikplak en dat soort dingen. Is dat bij jou ook? Is dat ja. Bij het ding ook? Ja? Ja. Noem er eens een paar. Wat zijn dan De Janeiro en de Iguana en zo. Laat, laat die eerste die je net noemt, de Janeiro zeg je net, hè? Ja. Laat die eens zien. Ik moet een beetje aan de kant, of niet? Anders word ik daar geschopt. Jeetje, mineetje zeg. En dan wil je mij daar een trucje gaan laten doen. Ja, dat trucje gaan we niet doen, hè? Dat trucje nee, gaan we niet doen. Makkelijke trucjes. Makkelijke trucjes. Na de uitzending hebben we afgesproken. Nou hoorde ik gisteren tijdens de repetitie dat je de drop hebt gedaan. Ja. Kun je die laten zien? Ik ben heel benieuwd. Ja. Oké. Okay. Helemaal omhoog natuurlijk. Oké. Okay. Ik bleef een beetje hangen door het warme weer. Ik kan me helemaal voorstellen, want het is hier echt ontzettend warm. Maar het is gewoon woep en op het laatste ja. hou je stil. Ben je er, nou, dat is misschien een hele lelijke vraag, maar ben je er ooit uitgevallen? Ja. Oh, en toen? Nou, meestal doe je het dan opnieuw. Anders, als je het heel lang niet doet, dan is het zo dat je het trucje daarna niet meer durft. Oké, dus je gewoon gelijk weer aan de gang. Ja. Lijkt me een goed plan. We gaan nog een keer naar je kijken. Heel veel plezier en voor heel veel succes in Londen. Ja. En laat ze een poepje ruiken dan. Laat ze maar zien hoe goed we dat in Nederland kunnen. Ja. Ik ga hier de microfoon teruggeven. Zet de muziek maar aan, jongens.
This is what matters. All that matters. Woe. Erg mooi gedaan, Zoe. Heel veel succes. Dankjewel. We gaan door naar het laatste onderwerp van vanavond. Want op 11 juni wordt in Boxtel Oost de beweegtuin geopend. En bij mij op de bank heb ik Ineke Matthäus, oudere werker bij Contour de Twern. En Dini Stolvoort, ook mede-aanjaagster van de beweegtuin. Dames, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Ineke, jij bent oudere werkster bij Contour de Twern. Maar daarnaast ook werkzaam voor Woonwijs. Ja. Kun je even vertellen wat Woonwijs precies doet en wat daar precies jouw taak in is? Woonwijs is een netwerk van verschillende organisaties waar we op verschillende gebieden met elkaar projecten in uitzetten. Zowel vrijwillige organisaties als professionele organisaties. Uh-huh. Op twee verschillende niveaus. Uh-huh. Een uitvoerend niveau, maar ook een stuurgroep niveau. Uh-huh. Die zeg maar de projecten mee uitzet. Daarin zijn alle vrijwilligersorganisaties in vertegenwoordigd. Zoals de KBO, Seniorenraad, het BOL, de gemeente.